Joey Goudé, hoe was het voor jou om weer terug te keren bij de club waar je aan het begin van het seizoen nog speelde? Ja, altijd leuk. Ik heb hier ook een leuke tijd gehad, zeker. Dus ja, het is altijd mooi om hier weer te zijn. Is het dan ook juist extra vervelend dat je vandaag op bezoek met FC Dordrecht die je dan verliest ook? Terwijl dat misschien eigenlijk wel niet eens nodig was? Ja, zeker. Het is nooit leuk om te verliezen natuurlijk. Voor ons gevoel zat er ook veel meer in. Alleen, helaas mocht dat niet zo zijn. Hoe komt het dan uiteindelijk dat de kansen die, zeg maar, ja, het zijn niet heel veel kansen die er worden gecreëerd. Het zijn ook niet heel veel kansen die worden weggegeven, maar waar wordt dan net het verschil gemaakt? Ja, ik denk dat het toch een individuele fout is. Daniels had gewoon die bal weg moeten schieten. Misschien dacht hij dat het toch dat hij wat meer tijd had dan dat hij op dat moment had. Jullie waren zelf in de aanval, hè? Het was een kans uiteindelijk voor Everon Pisas. Jij gaf de voorzet, hij kopte hem net over, terwijl hij misschien wel wat meer op het doel had kunnen koppen. En in de tegenstoot valt dan die goal. Ja, kijk, je ziet het, wij maken hem niet. Daarna krijg je een voorzet vanaf de zijkant. Hij valt door mijn benen eigenlijk heen bij Daniels. Ja, en zij scoren eruit. Nu hoor je halverwege, dat hoor jij ongetwijfeld ook in de kleedkamer, dat het bij de grootste concurrent van FC Dordrecht, Achilles, 3-0 al staat. Is dat dan ook dat je met een, misschien niet helemaal, maar met een wat geruster gevoel die tweede helft ingaat? Nee, gewoon hetzelfde als de eerste helft. We moeten gewoon zorgen dat we punten pakken. Kijk, het voetbal kan raar lopen. In één keer dat de Gils bijvoorbeeld wel in één keer weer ook hun de punten pakken. Dus wij moeten zorgen dat wij ook gewoon nog punten blijven pakken. Uiteindelijk, hè, vandaag, je zegt we moeten de punten blijven pakken, maar hier op bezoek bij Helmond Sport. Ja, de eerste helft die geeft één kansje weg. Je creëert zelf één kansje. Niet zo heel veel aan de hand. Maar in de tweede helft was het eigenlijk ook zo. Je had die misschien net zo makkelijk kunnen winnen. Ja, kijk, het is dat zij nu scoren, maar het had ook andersom kunnen zijn. Is het dan gewoon pech dat het dit seizoen misschien FC Dordrecht net de verkeerde kant opvalt? Pech. Vaak als er een tegenkoor is bij ons, dan zijn er toch individuele fouten bij betrokken of wat dan ook. Dus dat is dan jammer. Dus we moeten alleen maar positief blijven en zorgen dat we week na week eigenlijk ons best doen om toch die punten te kunnen blijven plakken. Je zei het al eerder, het kan raar lopen in de voetballerij. Wat ga jij volgend seizoen doen? Dat weet ik nog niet. Ik focus me nu gewoon eens nog de komende wedstrijd op Dordrecht.